Vandaag een doelpuntloos gelijkspel, gisteren met 0-1 verloren. Je hebt wel de hele wedstrijd gespeeld, dat moet een positief gevoel geven, denk ik. Zeker positief gevoel. Ik heb een maand geleden heb ik mijn Future Cup gespeeld. Het is lang geleden dat ik de wedstrijd heb gespeeld. Zeker mooi om 50 minuten te spelen voor de A1. Ja, dat moet natuurlijk de overstap van Ajax van PSV. Je hebt lang geen officiële wedstrijd mogen spelen. Dat moet ook een gek gevoel zijn, of niet? Nee, ik wist dat ik als ik naar Ajax zou komen, dat ik geen officiële wedstrijd zou gaan spelen. Daar heb ik voor gekozen. Dus ja, gewoon elke dag trainen en met het eerste soms meedoen. En dan zit je ook gewoon erg aardig op niveau, vind ik. Ja, je had nu al het eerste elftal naar voren. Richt je daar ook op? Of richt je op Jong Ajax of Ajax A1? Alles is mooi meegenomen, zeg ik altijd. Als ik bij het eerste kans krijg, pak ik die natuurlijk met beide handen aan. Dus zeker mooi om bij het eerste aan te sluiten. Zie je ook echt mogelijkheden om bij het eerste elftal aan te kunnen sluiten? Of denk je toch van, toch Jong Ajax, dat zit er misschien beter in? Zoals ik al zei, als ik een kans krijg, dan pak ik die met beide handen aan. Dus ja. Ik vond je afgelopen wedstrijd, waar je dus 0-0 speelde, vond je vrij aanvallend spelen. En ik ben toch meer gewend dat je verdedigende middenvelder bent of soms centrale verdediger. Hoe vond je jezelf spelen deze wedstrijd? Gisteren? Nee, vandaag als aanvallende middenvelder meer eigenlijk. Ja, we hebben een paar creatieve spelers, zoals Abdelmar Klasnoui. En ik, dus wij moesten een beetje de voorhoede wegsteken en proberen te scoren. Nee, je probeert te scoren. Normaal ben je toch ja, de verdedigende middenvelder, om het zo maar te zeggen. De stofzuiger, laat het daar maar op houden. Is dat niet een rol waar je op richt? Ik richt me zeker op verdedigende middenvelder en rechter centrale verdediger. En denk je als aanvallende middenvelder, zie je toekomst bij Ajax als aanvallende middenvelder of echt alleen verdedigende middenvelder? Verdedigende middenvelder vind ik in de toekomst wel een mooie positie voor mij. En volgend seizoen is natuurlijk weer een nieuwe voorbereiding, het eerste elftal. Denk je dat je bij de voorbereiding mag aansluiten bij Frank de Boer en zijn staf? Klopt, ik heb al te horen gekregen dat ik 24 juni begin bij het eerste. Oh, je begint ook daadwerkelijk bij de voorbereidingen? Klopt, ja. Nou, dat klinkt als een spannende ervaring, 24 juni, dat komt er alweer bijna aan. Hoe kijk je daar naartoe? Natuurlijk leuk, ik wil mij laten zien op de kaart zetten, zeg maar. Dus ik ga gewoon mijn best doen en kijken wat er wat het schip strandt. Heb je al met Frank de Boer gesproken? Niet gesproken, nee. Nog niet. Met iemand anders die actief is bij het eerste elftal? Hoe de trainingen gaan bijvoorbeeld? Anders kom je er helemaal blanco in. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Nee, ik heb al een paar keer met het eerste meegetraind, dus ik weet hoe het gaat. En natuurlijk heb ik tijdens de training heb ik wel eens met Frank de Boer gesproken. Dat is wel een positief gevoel. Oké, dankjewel voor het interview.